Dit zijn wij, Drogeham 4. Een klein voetbalteam uit het mooie Friesland. Dit seizoen nemen we jullie mee op onze weg naar succes. Tijdens dit avontuur geven we jullie een kijkje achter de schermen bij een echte topploeg in de kelderklasse. Welkom bij Drogeham 4, de weg naar succes. Ah, de zomerstap is weer voorbij. We mogen weer. Langzaamaan komen onze spelertjes weer terug op het nest. En natuurlijk ook onze coach. De man die dit hele zootje weer aan het voetballen heeft gekregen. Yo, jongens! Coach Richard. Ik ben gewoon rustig geweest in het begin van het seizoen. Dus ik ging gezeik of gemakken dat ze eruit was. Ik ging gewoon rustig geweest en iedereen mooi spelen. Ja, dat ook was er later wel in van. Oh, zie je. En zo geschiedde. De spelers vertrokken richting het veld. Behalve Faye Jan. Ja, ik mag je nou zetten, moet bij wissel. Ondertussen zijn de spelers begonnen aan de warming-up. Gaat nou wat doen met de foto's, André? Ja, maar een mooie komen dag. Henk Tierke, hè? Henk Tierke. Altijd samen, die fijn. Nog even afronden voor we gaan beginnen. Of nou ja, afronden. En we zijn los. Keurig paasje op Johannes. Hij gaat er gelijk vandoor. Maar, hij wordt in de kiem gesmoord. Ja, dat zetten we mooi, hè? Op de bank maken de jongens zich niet druk. Maar dan, uit het niets. Na deze fantastische goal van Johannes begon de Drogeham Express weer te denderen. Faye randje 16. Vlotte loopactie van Stijn. Brian! Brian diep. Brian weer. Brian links. Paasje breed. Tjerk! Oeh! En Burgum dan? Nee, Jets houdt vandaag de nul. 1-2 met Egbert. Ah, lucky goal. Dit was hem dan. Onze allereerste wedstrijd van het seizoen. Zo, en wat voor een. Deze wedstrijd had alles. Spanning, sensatie, doelpunten en vooral een waardige tegenstander. Lekker zijn. Zijn. Lekker jongen. Dankjewel jongen, lekker. Lekker Dre. Heerlijk. Lekker wedstrijd. Ja, heerlijk. Ja. Joris, dag jongen. Coach. Ja, lekker jongens. Eindstand 0-4. Prima resultaat. Blijf kijken voor de interviews na afloop van de wedstrijd. En aan alle sponsoren, dank jullie wel. Olaf van der Woude, coach Burgum 6. Hoe ging het vandaag? Ah, het is even aftasten. Hè? Je speelt tegen een sterrenteam. Het is een jong team, hebben we gezien. Felle spelers. Ja. Wat ging er vandaag mis? Ah, wat even misging is eventjes het slimmigheidje. Even een tikje terug kunnen of eventjes om je heen kijken. Leedspelen. Ja, en dan loop je met de bal, ben je hem kwijt. En krijg je ook nog op een gegeven moment een geweldige goal tegen. Sterker nog twee stuks. Ja, kijk, dat is gewoon kwaliteit van het Drogeham. Ja, dat moeten wij hier in Burgum nog leren. Nou, bedankt. Tjerk Wiemstra, debuut wedstrijd tegen FC Burgum 6. Hoe ging het vandaag? Ja, heerlijk. Vertrouwen nog om. Heerlijk, maar een fantastisch team en ja, lekker knuls. Ja. Heerlijk. Met het weer, was het wat te doen? Ja, nou, niet zoveel trainen was het wel lastig, maar dat ging. Je bent met Drogeham 1 weggegaan om naar Drogeham 4 te gaan. Ja. Hoe bevalt het? Ja, bevalt goed. Ja, fantastische spits, fantastische teamknoten, dus niks klaar. En succes verder dit seizoen. Ja, dankjewel. Jan-Hoek Himstra, broer van. Hoe ging het vandaag? Ja, super. Ja, ik had niet verwacht dat we gingen winnen vandaag. Maar 4-0 gewonnen. Super.
afgelopen seizoen bij het vierde gespeeld van Droge Ham. Die zou naar het eerste toe. Wat is de keuze geweest om toch bij het vierde te blijven? Nou, ik wil graag met het werk ook blijven voetballen en met mijn vrienden. En ja, het eerste is een leuk team, maar het vierde vind ik belangrijker. Dus gezelligheid gaat voorop hier. Aankomend seizoen, dit team. Zie je er wat in? Zeker, het wordt Road to the Champion van dit seizoen. Sowieso. Ik denk, ik wil niet te hard gestapel lopen, maar in ieder geval top 3. Zowel beter als competitie? Zeker weten, zeker weten. Ja. Bedankt. Alsjeblieft. Lucky goal.